Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en Qualityflex. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Voetbal Rotterdam TV, de zondageditie van de terugblik. Blikken we terug op zondag 20 september en dat doen we met Peter Daan, trainer van de TGB, uitkomend in de tweede klasse. En vaste analist voor dit weekend, Ron van Eck, Herkingen 55. Zaterdag 4 klasse G hebben we, als u de vorige uitzending heeft bekeken, alles van kunnen zien. Maar we gaan nu naar de zondag, nou, daar weet je gelukkig ook een hoop van, dus dat scheelt. En dat is een beetje jouw afdeling, hè? De laatste jaren. Acht jaar. 6 jaar. Nou ja, daar beginnen ze niet mee, helaas. We beginnen in de hoofdklasse en daar zijn ze vorig jaar uit gedegradeerd. We beginnen met Nieuwekerk en Leonidas. Zij weten nog niet het net wel te vinden, maar nog niet de punten. Nee. OFC, geen verkeerde ploeg. In het geval van Nieuwekerk. Ja, dat is veel geld volgens mij. Sowieso, dat hele West 1. Dat Amsterdamse, dat West 1 gebeuren, dat zijn ploegen. Als je daar ook bepaalde mensen van die club googelt, dan krijg je 3 bladzijden met allerlei verdachte en aparte figuren. Bij de Dijk, maar ook bij OFC heb ik wel eens gehoord, daar zit toch wel wat verdacht geld achter. Maar, daar loopt een Piers Ikedia bijvoorbeeld in. Die jongen heeft nog Champions League gespeeld. Ja, ongelooflijk. Maar we hebben hier volgens mij ook eentje vlakbij. Brutil José. Ja. Dus kan, ja. Ik weet niet of we daar de foto's nog van hebben, maar ben blij het door. Kan hard gaan. Ja. Maar ja, goed. Ik ben het met je eens, het verschil is een beetje aanwezig en dan voornamelijk ook financieel. Zie je ook in de stand af, hoeven we ons niet voor te schamen. Nee, wel opvalt dat Westlandia zo'n goede start heeft. Ja. Nou ja, toch ook weer een kleine wijziging ondergaan, volgens mij Grunels en Amagieserat als assistent. En überhaupt, daar hebben we het op het zaterdaggedeelte over gehad. Zowel zondag als zaterdag gaan goed. Ja. Een beetje het Argon-idee, die hadden op een gegeven moment ook de zondag op topklasseniveau en volgens mij de zaterdag op de eerste klasse. Ja, die heb ik inderdaad hoog gespeeld. AFC heeft ook volgens mij gespeeld met de zaterdag ook top tweede klasse of zo. Ja, dus het kan gewoon, hè. Ja. Ik bedoel, als je maar groot genoeg bent. Ja. Maar goed, Nieuwekerk en Leonidas staan op dit moment 12e en 13e. En kunnen het geweld. Leonidas, ik had toen ze degradeerden, er was natuurlijk toen al de feit van joh, gaat het zaterdag, gaat het zondag worden. Toen kwamen ze toch, we gaan door op zondag. Toen zag ik die voorbereiding, toen dacht ik zo. Competitie valt toch wel tegen. Ik heb zo'n idee dat daar ook niet allemaal meer zo is zoals een paar jaar terug was. Mm-hmm. En daar hebben de financiën denk ik toch altijd wel een grote invloed gehad op de samenstelling van de selectie. En als dat minder wordt, dan zal de kwaliteit in de selectie ook minder worden. Nee, maar ook gezien de voorbereiding dachten we van nou, het kan nog wel eens een aardig seizoen. De voorbereiding gaat niet om de punten, hè? Dat is waar. Nou ja, goed, in ieder geval zijn zij zoekende naar de overwinning en moeten het nu nog doen met de plek 12 en 13. In de eerste klasse een winst voor jouw oude ploegie. Ja. VOC 3-2 winnen van TAC. Bovenin Nestelen, achter Boshuizen. Ja. Waarvan we iedere week zeggen van ja. Ik weet niet, twee jaar terug vond ik Boshuizen één groot drama. Wij speelden toen de laatste wedstrijd daar. Onze 3/4 voor de wedstrijd al 8 man. Ja. Dat gaf wel een beetje aan hoe ze toen dat seizoen mee bezig waren. Maar inmiddels een andere trainer. En ik denk dat dat al ietsje stabieler geworden is. Maar het blijft. Ik weet niet of het nog steeds een ploeg is waar allerlei jongens vandaan komen uit Rotterdam en uit Den Haag. Ik heb geen idee wat ze nu doen. Maar ze draaien wel aardig. En voor VFC begreep ik dat ze niet goed hadden gespeeld, dat dik verdiend gewonnen. En dat tegenstander nou niet bepaald hoogstaand was. Ja, het tak wat redelijk snel is doorgegroeid volgens mij naar de eerste klas. Mm-hmm. Moet je toch even zien te winnen.
Ja, maar punten zijn welkom in het begin natuurlijk. Hè? Vorig jaar zag je best wel een afscheiding tussen de bovenste en de onderste. Gaat dat misschien nu weer ontstaan? Of zal het dit jaar wat meer... Dat is moeilijk te zeggen, denk ik. Maar je ziet toch wel weer dat de ploegen die gewend zijn om op eerste klas te voetballen, wat makkelijker de overwinningen pakken dan de ploegen die dan hier. Ja. Nou ja, IFC staat natuurlijk ook wel weer bij de bovenste. Dus ja. Dat is, ja, winnen dan van Portugal. Olympia komt er nu bij. Ja. Vorig jaar moeilijk gehad, erin gebleven dankzij een bloedeloze 0-0 tegen DRL. Een wedstrijd die volgende week op het programma staat, maar die hebben nu ook die ervaring. En hebben het vorig jaar, eigenlijk het hele jaar onderin gehangen. Kunnen nu ietsje omhoog kijken, hoewel dat pas na 3 wedstrijden is. Ja, je moet niet te snel conclusies trekken, denk ik. Nee, maar vorig jaar hadden ze langer nodig over die 6 punten. Ja. Dus ja, dan denk ik van... En CVV Zwerver is een ploeg die ook op dat niveau speelde toen. Maar ja, goed, ik had zoiets van, ja, PFC en SVDPW onderuit. Eerste overwinning DRL. Ik denk, nou, volgens mij, die ploegen die vorig jaar... in die eerste klas spelen. Ja, ik ben bang dat het weer zo'n verschil wordt. Zou zo maar kunnen, ja. Ja, er zit best wel een verschil tussen de tweede en de eerste klas natuurlijk. Hè. Je kunt wel via de na-competitie promoveren uit de tweede klas. Maar dan heb je het over het algemeen toch wel lastig, een klas over. Ja. Dat zie je bij een ieder jaar. Of je moet echt een ploeg hebben waar in één keer een enorme toeloop aan spelers is. Mm-hmm. Dan valt het misschien wat makkelijker te doen. Maar als je het gewoon het gemiddelde niveau bekijkt en in de tweede klasse, hebben de meeste ploegen die zullen toch de handen vol hebben om in de eerste klasse het hoofd boven water te houden. Nee, ik nam Olympia als voorbeeld. Die deden het heel goed in de tweede klasse. Promoveerden naar de eerste klasse, hadden het best moeilijk, terwijl ze qua ploeg echt een leuke ploeg hadden, maar eindigden toch een beetje onderin. Het is toch even altijd een beetje een aanpassing, tenzij inderdaad. Je gewoon een goede ploeg met elkaar hebt. Ja, als je gewoon echt veel kwaliteit in huis hebt, dan loop je soms door die eerste klas ook zo weer heen. Sprak hij uit de vader. Toch? ik neem aan dat je nou lettend op de hoogte wordt gehouden door de mensen bij VOC. Nou ja, ik voetbal er zelfs nog op vrijdagavond en spreek natuurlijk wel wat mensen. Dus het is gewoon een beetje mijn club geworden ook. Ooit terugkomend in een verre toekomst? Ik ben lid gebleven, dus ik zal er altijd blijven komen. Oh. Volg je, ben je dan trots op hoe Thomas Verhaar zich bijvoorbeeld ontwikkelt? Ja, zeker. Ja, dat vind ik heel leuk. Dat, want die heb jij gehad in de derde klas. Ja. De man bij Sparta. Nou ja, dat kun je een beetje vergelijken ook met ook een ploeg die promoveert. Hè. Hij had het vorig jaar, denk ik, best wel lastig. Met de omschakeling, de intensiteit van het aantal trainingen natuurlijk wat drastisch omhoog ging. Mm-hmm. Qua kracht. Nu is dat inmiddels denk ik wel op het niveau waarop het zou moeten zijn. En dan zie je toch ook dat zijn rendement, dat schiet nog ook omhoog. Vorig jaar was hij trouwens volgens mij in het assistenklassement ook nummer 3 of zo in de Jupiler League. Hè? En nu scoort hij weer wat meer, wat hij eigenlijk daarvoor ook altijd deed. Nou, dat vond hij zelf zijn grootste man. Hij zegt, qua assist prima, maar ik had graag wat meer gescoord. Hij had toen 6 geloof ik of zoiets. Ja, vorig jaar heb ik redelijk wat wedstrijdjes gezien ook. En toen kwam hij vaak wel in scoringspositie, of in schietpositie eigenlijk. Maar er vlogen heel veel ballen toch al over of naast. Mm-hmm. En nu gaan ze dan vaker direct in. En vorig jaar nog wel eens... bejouwd, om het zo te zeggen, want ik ben wel eens wezen kijken en er zaten er een stel idioot achter me. Vergis je niet dat de supporters bij Sparta, ik denk niet dat er een zuurder publiek te vinden is dan daar. Ja, en dan voornamelijk de mensen die de oudere mensen ruiten zitten. Ja, dan heb ik dat idee krijg ik. Ik denk dat die mensen achter de tribunes, dat gaat misschien nog wel. Maar ja, de echte oude Spartanen, die zijn gewoon echt heel snel negatief. En, zonde, dan moet ik eerlijk zeggen, dit jaar hebben ze ook wel een beter elftal staan. Vorig jaar vond ik het kwalitatief aan de matige kant op wat er allemaal in ligt. Als er een amateur, bij wijze van spreken, tot voorin zeker, tot de meest creatieve speler uitgroeit, dat zegt toch al iets. Ja. Maar goed, laten we hopen dat ze dit jaar een keer doorpromoveren naar de Eredivisie. Want laten we wel wezen, een mooie club als Sparta hoort in de... Ja. Goed, ons uitstapje naar de betaalde voetbal, maar dat heeft alles met Thomas Verhaar te maken.
Jouw oude pupil. Dus dan, dan mag dat een keer. Wij gaan naar de tweede klas komen. Dan in jouw jouw eigen afdeling terecht. En dan zie ik een gelijkspel tegen Groeneweg. Ja. Ja, dat zegt genoeg. daar was hij even ziek van, denk ik. Ja, behoorlijk. Aan de ene kant, vorige week wonnen we in blessuretijd met 2-1 bij WCR. Daar was ik tevreden over het resultaat uiteindelijk, omdat je 3 punten pakt. Maar het voetbal was echt niet om aan te gluren. Vandaag speelden we echt behoorlijk. Tot goed. Creëerden, nou, ik denk zeker 10, 12 open kansen. Alleen het rendement, dat was gewoon veel te laag. En dan krijg je de overmaat van ramp, kom je nog op achterstand ook, omdat je een stomme dekkingsfout hebt achterin. En, die jongens zijn voor de rust 2 keer bij onze goal geweest, na de rust 1 keer. Ik denk dat we 85% van de tijd de bal gehad hebben. En ja, de flanken werden goed bediend, we creëerden kansen. Alleen het maken van de juiste keuzes, het slim zijn op het goede moment, dat ontbrak er vandaag nog wel eens aan. Wat willen we dit jaar met TVB? Promoveren? Ja, dat is altijd welkom. Hè? Nee, maar is dat ook een harde doelstelling? Of nou ja, wij willen wel zo lang mogelijk meedoen. Wij willen wel tot het einde meedoen om de prijzen. Ja, maar ik bedoel, dat is toch wel. Kijk, vorig jaar hadden we eerlijk gezegd in de winterstop ook het idee van, nou, dat kunnen we misschien wel tot het einde volhouden. Maar toen na de winter hebben we gewoon niet meer datgene kunnen brengen wat voor de winter wel lukte. En er waren wel aanwijsbare redenen voor, maar goed, het ging in ieder geval niet meer. En dit jaar hopen we toch een beetje verschoond te blijven van het gemis aan mensen ook. En tot het einde mee te kunnen blijven strijden. Nou, dan ben je nu in achtervolging op Coach Teppe en OVV. Ja. Eentje verwacht, de andere misschien iets wat verrassend. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het toch lastig is om dat vooraf even goed te analyseren waar nou de grootste concurrenten zitten, hoor. Ik heb mensen ook horen vertellen dat GLZ echt een hele goede ploeg heeft. Coach Teppe heb ik zelf een halfje gezien in de voorbereiding een keer. En OVV ken ik daar niet, maar zijn wel alle bekendere jongens kwijtgeraakt. Die zijn daar weg. Dus ja, zeg het maar, er is 3 wedstrijden gespeeld. Dus, het is sowieso altijd moeilijk wat te zeggen, maar ik weet wel dat de SVDPW vorig jaar ook te boek stond als een van de kandidaten. En die startte toen heel slecht. Die verloren de ene naar de andere punt. Ja. Maar uiteindelijk kwamen ze toch naar boven. Ja. Ja. Nou ja, voor kortje tapen mag je vanuit de eerste klasse. Je weet niet wat er is. Dus dan moet je ook altijd maar weer afwachten. Is daar ook weggegaan? Of terwijl er volgens mij geen jongens in lopen die echt heel bekend zijn op amateurniveau. Maar goed, het kan best een aardig ploegje zijn. En als je natuurlijk een aantal keer achter elkaar wint, dan neemt het zelfvertrouwen toe. En is natuurlijk af te wachten hoe zulke ploegen ook reageren als ze eens een keer 1-2 keer achter elkaar verliezen. Ik kon zelf niet aanwezig zijn, maar ik begreep dat ze tegen Gouda, waarin ze 1-4 wonnen, ruststand 3-1, echt gewoon heel degelijk en goed voetbalspel. Ja. En dat is volgens mij nodig om richting de eerste klas te gaan. Denk het wel. Als je dat elke week doet tenminste. Ja. Sexus en WCR nog op 3 gespeeld, 0. Vooral Marco Janink was daar niet over te spreken. Hij verloor met 2-0 van Unio. Ja. En zei van ja, als je zelf niet scoort, dan mag je verwachten dat hij een keer ingaat. In 3 minuten, zei hij, zo gaven we het weg. En stond de 2-0 op het scorebord. RVC, eerste overwinning in de tweede klas. 3-1 tegen WCR. Ja. Ja, ga dat niet onderschatten. Want daar ga je echt een verschrikkelijke middag tegemoet. Niet vanwege de kaaslucht, want het ligt precies achter een kaasfabriek. Daar is het ook op gebaseerd natuurlijk, maar daar heb je nog niet 1-2-3 gewonnen. Nee, maar het wil meeploegen zijn die inderdaad de huid gewoon duur willen verkopen. Dorpje van 1300 inwoners met 2 verenigingen. Ah, 1300. Even kijken. Je hebt Reewijk en Reewijk. Reewijk dorp en Reewijk brug. Ja. Er wonen niet veel mensen en het speelt gewoon in de tweede klas. Ja, op zich knap. Jij bent er nooit geweest, hè? Nee. Jij gaat denken, waar ben ik in terecht gekomen? Dus een lange weg, rechtsaf, linksaf. En in één achter een heel groot gebouw. Veel water toch daar? Ja, ook wel. En uitkijken voor de flitser, afhankelijk van hoe je rijdt. Okay, maar, precies. Leuke ploegen. En we hebben echt wel een leuke jonge ploeg. Dit was de verkeersinformatie. Maar we hebben ook een jonge ploeg die het leuk doet. En ze hebben hun eerste overwinning te pakken. En doen goed mee, voorlopig in die tweede klasse. Voor zover je weer kan spreken, na 3 wedstrijden.
gaan we nog. Ik ben blij als het straks 10 wedstrijden gespeeld is. Hoeven we dat niet meer te zeggen? Nou, na deze periode kun je altijd wel een beetje zien hoe de krachtsverhoudingen liggen. Ja, er is nu nog weinig over te zeggen. Heb ik iets gemist? Ja, VFC weer met 2 en van JR. Was dat een. Even VFC bij volgende week trouwens. Dat vind ik toch wel een lastig ploegje. Van Mullen met Siegersma. Met de doelpuntmakers. En die Siegersma die scoort hem regelmatig. Dus nou, weet je wie in de gaten moet houden. Heb ik je niet verteld? Heb je niet van mij? Sorry, Daniel. 3C. Daar zien wij twee ploegen. Hilversberg en HOV DSCR in achtervolging op Zoetermeer. Ja. Zoetermeer vorig jaar net aan gered. En Hilversberg en HOV, dat dan wel weer opvallend. Twee promovendi op dit moment in de achtervolging met 3 gespeeld 7. Seizoen, toch? Ja. Lekkere seizoen straks. 2 keer winnen en een keer gelijk, dan doe je het goed. Dat dacht ik ook. Een opvallende uitslag bij Omoord NOC Kralingen, dacht ik dan. Want, ja 2-5 winsten NOC Kralingen. Ja, eerste punten van dit seizoen, dus knappe overwinning. Bij een ploeg die al 2 keer gewonnen had. Ja, nou ja daar verloopt zoiets van. Ja, goed begonnen Omoord. NOC Kralingen nieuw. Dus die, nou, ze hebben Geime Mendes de Silva, werd mij net ingefluisterd. 4 keer. Nog wel even genoemd. Hè. Ja, als je 4 keer scoort dan. Oliveo Haastrecht vond ik ook wel verrassend. 1-2. Maar niet vanwege Haastrecht, maar ik had Oliveo wat hoog ingeschat. Ja. Jij denkt, waar ligt het? Olivier, nee, ligt voor bij Pijnakker natuurlijk. Ja. Wij zeggen Olivier en sommigen zeggen Olivio. Ja. Dat is ja. Altijd die discussie. Leuk. CQC wint een belangrijk duel tegen ASW en deed dat met 2-1. En klommen daardoor op de stand in de ranglijst. Kijkt u voor die ranglijst op voetbalrotterdam.nl, dan ziet u precies waar zij te vinden zijn. In 3D is Excelsior 20 als enige nog zonder puntverlies. Ja, dat vind ik een opvallende prestatie, want die hebben natuurlijk een jasje uitgedaan vorig seizoen, zullen we maar zeggen. En zijn met een talentvolle jonge groep zijn ze aan de slag gegaan. En dat betaalt zich op dit moment uit in 9 punten, dus knap. Ja, samen met BZC Zuiderpark, gezamenlijk koplopen. Met een hele grote groep ploegen erachter, met 6 punten. Een batterij. Ja. Charlo's in de achtervolging. Ja, maar goed, die hebben vandaag de eerste nederlaag geleden bij Hermes DWS uit. En dus maar even afwachten hoe die zich gaan herstellen. Geen titelkandidaat. Ik heb ze in de eerste uitzending gebombardeerd als titelkandidaat. Ja, ik denk dat toen moest ik die zaterdag daarna, dat werd me even om 's ochtends om 9 uur ingefluisterd. Ja. Nou, ja. En jij zegt dat het titelkandidaat is. Maar, Ja, nou, ik denk dat dat ook inderdaad een klein beetje een. Ik verwacht wel dat ze mee gaan draaien, maar echt titelkandidaat, dat is te veel gevraagd, denk ik. Ik had het natuurlijk net. Aan de andere kant hebben ze natuurlijk wel iemand rondlopen die heel makkelijk goals maakt. Van Emden? Van Emden, die, ja. Dat is toch wel een. Voor de derde klasse is dat natuurlijk iemand die erg makkelijk scoort, zou ik zeggen. Daar zou me naar TGB kunnen worden, ja. Dat weet ik niet. Ja. Ja, weet niet. TGB, die lijst zijn eigen spelers al op. Ja? Ja, of de komende jaren zeker. De Deli Hoeken mij niet helemaal niet nodig. Wat is dit nou voor een vraag, Michael? Ja, laat ik daar maar even niet op ingaan. Nee. Lijkt me niet zo handig. Hè. Goed, Blijdorp en Abbebroek nog puntloos. Ja, dat vind, nou ja, zeker van Abbebroek vind ik dat wel opvallend. En bij Blijdorp, we hadden het net over coryfeeën die her en der aan het voetballen zijn in het lagere amateurvoetbal. Mm-hmm. Ja, goed, daar hebben we meneer José rondlopen die ooit nog wel eens op een veel hoger niveau speelde volgens mij. Ja. Ik weet ook niet in welke staat hij is hoor, want ik heb die wedstrijd vorige week niet gezien. Nee. Maar ik begrijp wel dat dat een iets ander lichaam is dan het ooit was. Ja. Nee, ja, we refereren aan. Hij heeft toen in een blad gestaan. En dat was het zeg maar 2 keer het formaat van wat hij ooit was. En we spreken uit ervaring, ik weet niet meer dat zo. Ik zeg een foto van jou. Ja, kijk uit, hier zit tussenin, hè? Ik weet niet of je nog even komen. Ja, die foto, nee, maar dat was 20 jaar geleden, die foto. Ja, maar stil op elkaar, hè? Toen had ik nog een klein snorretje, een vlasnorretje. Ja, en nog geen bite. Laten we het gewoon weer over voetbal houden. DHZ OHVV 1-0. Een vierde klasse vorig jaar tegen een tweede klasse vorig jaar.
Ja, dat is ook wel een bijzondere uitslag, vind ik. Ja, ja, mooi dat het kan. Ja. Niet voor OHVV. Nee. Dus dan met DHZ vierde na competitie gepromoveerd. En OHVV gedegradeerd uit de tweede klasse. Met toch een overwinning voor DHZ. Ja. In 4B, daar heeft nog steeds ONA en HWD het volle pond. ONA won met 4-1 van Floriant en HWD won bij Pretoria met 2-3. En dan denk ik, ja, daar moet je helemaal goed beginnen, want het is nog niet bekend hoeveel er overgaan. Nee, precies. Maar dat kunnen er wel eens een batterij zijn. Ja, ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk ook een beetje, als je vanuit de vierde klas naar de derde klas promoveert, ja, dan moet je ook wel heel erg afwachten wat dat gaat worden, want de promoveren er zoveel. Nou ja, je ziet het, hè? Ik bedoel, Maastad doet goed mee, ja, OHVV doet goed mee, DHZ wint nu van OHVV, dus het hoeft allemaal niet vervelend te zijn. Maar, nee, maar goed. Dus als HOV, die hebben toch een heel nieuw team erbij gekregen als spelers. Ja, HWD ook. Ja, dus ja. Dat is 38 geloof ik, Omar Aziki heeft hier gezeten. Zij het, sprak het gewoon uit, we zijn ambitieus en terecht. En voorlopig maakt hij het ook helemaal waar. Ja. En, maar het viel me op, want je hebt natuurlijk 4A en 4B. En je zit in de piramide, dus je hebt 4 derde klasse. En nog maar 2 vierde klasse. Dus ja, als je een goede rekensom maakt en ze laten inderdaad de onderste 2 degraderen. Dan gaan er de bovenste 4 over. Dus ik denk dat er maar 1 degradeert uit de derde klasse. Dat is aan de wijze heren van de KNVB. Wij gaan het over voetbal hebben, of blijven het over voetbal hebben. En zien dan een goed herstel van Transvaalia. Vorige week kregen ze het met 13-0 op Den Broek. En vandaag hun eerste punt. En vandaag 3-3 bij Moordrecht. Kan je vertellen, daar won je vroeger niet zomaar bij Moordrecht. Dat is geweest? Ja, 1 keer volgens mij. Ja, tegen de Blauw-Witte Brigade. Ja. Bij Donk, rechtsaf. Daar komt een hele nieuwe wijk tussen Donk en Moordrecht. Ja. Dus dat kan heel veel gaan betekenen voor beide clubs. Ja, en men zegt dat Moordrecht er beter mag worden, maar vooralsnog, vroeger moest je daar naartoe, jongen. Nou, dat was een ramp, als je, vooral het Gouda, Ona, Donk, dat was een moeilijk, jongen, om daar te winnen. Ja. Maar het is nu wat anders geworden. Eén keer, je doet alsof het 1978 was. Nee, is bij VOC ben ik daar volgens mij. In de derde klas? In de derde klas nog een keer geweest. Oh. In winter. Nou, we wilden het andere kunstgrasveld liggen, volgens mij ook. Dat was helemaal vol met sneeuw. En op het gewone gras lag er geen sneeuw. Dat is het wonder der, van Moordrecht. Ja. Zullen we zeggen. Het wonder van wonder. Ja, ik had gezegd, Kowal, dat is best een aardig ploegje. Maar ik ga het, dat moet ik terugnemen. Want sindsdien gaat het helemaal niet goed met ze. 7-0 nu weer van Amstel. Ja. Onderaan, 3 gespeeld, 0. Ik zei de eerste wedstrijd, ja, we hebben echt een leuke ploeg. We staan 2-0 voor tegen die man, tegen Ona geven het de tweede helft weg. Maar er zitten echt leuke buitenspelers. Maar sindsdien is het echt helemaal mis met ze. Dus misschien als ik het omdraai, dat ik zeg van ja, Kowal, dat is echt een ploeg in de marge. Dat ze dan punten gaan pakken. Sowieso op die Oldegaarde. Ze zijn het nu al een beetje aan het samenvoegen hier en daar. En, is dat nou een goede zaak dat daar niet bijvoorbeeld 2 of 3 clubs komen, of moet je iedereen in zijn eigen waarde laten? Want, nou ja, goed, Charlo is een goed voorbeeld, dat samenvoeging van 3 clubs inmiddels. Of wel meer zelfs. Ja, 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 dus als je het heel goed gaat bekijken, 5 clubs. Maar ja. Goed, oorspronkelijk 4 clubs die dan met elkaar. Maar het is allemaal zo in de marge. Ja, ja, goed, het levert niet direct een eerste klasse of een hoofdklasse op. Nee, maar dat is duidelijk. Dat hoeft ook niet, want natuurlijk, prestatie is leuk, maar je kan ook nog iets als cultureel erfgoed hebben. En dat bedoel ik niet op godsdienst of wat dan ook, maar gewoon iedereen, de ploeg die al zo lang bestaat, bij wijze van spreken. Ja, maar dan zou je misschien al 50 clubs in Rotterdam hebben en dat gaat gewoon niet meer. Dat is niet meer levensvatbaar, denk ik. En je zult toch mee moeten in de moderne tijd. Ja, dan is het toch lastig om daar wat van te maken op die Oldegaarde. Of denk je dat het een BZC zijn? De park zijn inmiddels samen gegaan. Moet je daar dan nog een ploeg bij doen? Of moet je daar een woonwijk gaan maken zodat er meer leden komen? Ik zou niet weten waar ze die woonwijk zouden moeten bouwen, Michael. Nee, maar je kan dan bijvoorbeeld zeggen, nou, ga allemaal naar, of gooi in waar Egon T-Boys en Kobel zitten, gooi daar huizen neer en laat dat richting BZC gaan? Of? Ja, maar ja, goed, we hebben natuurlijk met CVV hebben we het verhaal van de huizenbouw hebben we meegemaakt. En ja, goed, uiteindelijk is het nu een jaar SV Charles en daar ontstaat wel iets. Ik wil het zeggen, wel een mooi vlekje. Nou ja, mooi.
Nee, precies. Maar goed, hè, dat is dan de huizenbouw. Maar we hadden het over de clubs. Hè, mm-hmm. En dan denk ik bij mezelf, oké. Nou, Spartaan 20 toch al jaren, zeker op jeugdniveau, een bolwerk. Ja. Maar je ziet er ook dat zij niet verder kunnen groeien op de een of andere manier. Hè. Dus ergens zit daar toch een rem op. Mm-hmm. En ja, dat is dan misschien ook hetgene wat... Wat dan wel de teleurgang van de grote clubs van vroeger is. Hè? Want ja, goed, Mussen, CVV, ja, dat waren toch wel grote clubs vroeger. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje gebeurd. En in ja, de clubs ja, van de buitengebieden, hè, die zijn toch eigenlijk allemaal wat groter geworden. En ja, dat zie je ook wel gewoon qua ledenaantal, hè, en, maar ja, ook de kwaliteit. Ja, je moet gewoon geluk hebben als club dat je op een locatie zit. Waar echt een jonge wijk omheen zit. Ja, precies. Dan kun je verder groeien en dan kun je een bepaald niveau halen. En als jij helemaal afgelegen zit, dan krijg je toch een bepaald publiek naar je club. Mm. Wat je vaak ook weer niet helemaal wil. Nee, kijk bij jou, Theo GB en Berkel ligt naast elkaar. Ja. Tennisverenigingetje ertussen. Hockey. Nee, je zou er ook bijvoorbeeld, moet je daar een geheel van maken? Dat hoeft niet natuurlijk. Dus hoeft niet altijd zomaar te gebeuren. Ik denk dat die clubs zichzelf al kunnen bedruipen. Ja. En, maar goed, als je dan het voorbeeld geld aan neemt. Daar kwamen wij vorig jaar aan het einde van het seizoen. Er zaten 3 mensen in de kantine. En als je de gordijntjes dicht zou trekken, zou je denken, joh, dat is over hier. Ja. Nou ja, goed. Dat is een heikel onderwerp, dus laat ik me er vooral niet over uit. Maar... ja, nou ja, goed, het viel me op dat ik dacht van ja, de gemeente wil ook zoveel mogelijk bij elkaar. En we gaan het in ieder geval zien en in de gaten houden. Ik dank jullie voor jullie komst. Graag gedaan. Zoals we dat mooi kunnen zeggen. Ja, precies. Wij hebben zoveel mogelijk de zondag dat watgene wat we wisten behandeld. Mocht u zeggen van hey, dat hebben we gemist. We wisten het niet. En mocht u het genoemd willen hebben, zorg dan dat u het zondagavond om 6:00 bij ons via info@voetbalopderam bijvoorbeeld heeft gebracht. Dan nemen we het mee in de uitzending. Voor nu hartelijk dank voor het kijken. Wij gaan vooruitblikken. Dus blijf je vlak. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en Quality Flex.